Hey, goeiedag mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan nog verder in Azerbeidzjan. Ronde nummer 4 van het kampioenschap, aflevering nummer 5. De regels zetten we dus op strict. We zetten gewoon even allemaal de instellingen die we gaan doen voor het Formule 1 weekend. Gaat beginnen hier in Baku. Ja, en dat was ook vandaag de kwalificatie van de regio van Oostenrijk. Leclerc pole gepakt. Kijk, wie staat tweede? Max Verstappen staat tweede. Vanwege een gridstraf, vanwege een penalty van Lewis Hamilton voor het blokkeren. Ja, dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar wij moeten nu gewoon focussen op onze wedstrijd hier ook. Volgens mij gaan we gelijk door naar de race, als ik het goed zeg. Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history. With controversy behind the safety car, last second overtakes and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. Baku City Circuit then, an unpredictable 3.7 mile track around the streets of the Azerbaijan capital. 20 turns for our drivers to navigate today, including the infamous Turn 8, one of the tightest and most challenging corners of the season. Anthony Davidson joins me today as we look ahead to something just a little bit different. It's quite high speed for a street circuit here, isn't it? Do you think that's going to throw up any unexpected situations? Well, as long as the teams can keep everything cool, I don't foresee any particular big issues from a technical side of things. I do expect the track to be quite slippery though. We've not exactly had much chance to rubber in the surface. Any street circuit also comes with its own challenges, so I think we'll be seeing a few mistakes here and there. The smart strategy would be to expect a safety car, I think, especially early on when the pack is bunched up. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Bottas, Sergio Perez, and Magnussen, Grosjean, Verstappen, Stroll, and Kimi Raikkonen, Sainz, Gasly, Nico Hülkenberg, and Butler. Weber, Norris, the Professor, and George Russell, Albon, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. And now it's time to head down to the track. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Nou, dat was dus de grid. Ricciardo heeft dus een penalty gepakt en er zou misschien wat regen aan kunnen komen. Maar dat zien we dan wel, want de lampen zijn offshore aan voor de grote van Azerbaijan, Career aflevering nummer 5. En we zijn onderweg en we hebben een niet zo lekker start. Want Russell is al gelijk beter weg dan ons. Zit daar al gelijk aan de binnenkant bij Norris en Butler. Het is daar even dringen, we pakken Butler ook. Oh, die duwt daar ons wel even naar de muur, zag ik. Die heel krappig met de Renault, die laten we leven, het is zoveel. En dan komen we in de slipstream van Nico Hülkenberg. En dat is P14 hoop ik. Maar hij geeft niet op. Het is ook enorm druk. Oh, Weber die daar even de cursor mee pakt volgens mij. En dat is P14 op dit moment. En dan moeten wij nu naar Weber toe rijden. Voor P13. En het kan hier van alles gebeuren. Het kan zomaar zijn dat hij een puntfinish pakken. Dus ik hoop het. We rijden hier wel dicht naar Lucas Weber toe, maar we kunnen hier geen aanval wagen in dit krappe gedeelte van het circuit. Dan moet je zorgen dat we de muren niet gaan raken, anders is de voorvleugel weg. Die proberen een betere exit te hebben. Die hebben we ook, maar we gooien ook alles open. Dus dat is ook een voordeel, maar we kunnen hier niet aanvallen helaas. Het is hier wel krapjes. Hij heeft hier een hele slechte exit. Ja hoor, daar komt de aanval, maar hij verdedigt. Hij duwt er ons gewoon tegen de muur aan. Hij heeft ons niet tegen de muur geraakt, gelukkig. Maar nog steeds verdedigt hij die plek hard. P13. Hard maar fair is het. We kunnen hier gewoon in de slipstream komen. Kijk eens.
Maar Lucas Weber die blokkeert ons gewoon. En we kunnen die avond niet plaatsen terwijl de Renault hier ook naast mij zit. Het is 3 wijd op het lange rechte stuk terwijl Hamilton snelste race begon. De tijd kan ik even niet meer zien helaas. Wij zitten in 4 wijd, 0 neer. Het is 3 wijd, nu niet meer. We remmen diep. Misschien iets te diep en Lucas Weber kan hier misschien weer terugkomen. En het is geel. Carlos Sainz is uitgevallen. Virtual safety car, de eerste van dit seizoen. We zijn aan boord bij de Spanjaard. En ik denk, het is een motorprobleem. Ja, ik dacht al, het is een motorprobleem. Carlos Sainz is dus uitgevallen. De eerste van vandaag, helaas. 0 punten voor de Spanjaard. Wij schuiven tenminste in de plek. Oh shit, het is hier een ontstopping. Wat krijgen we nu? Wat de gele vlag. Een racing point is gespind. Sergio Perez. En wij pakken een aantal punten op, maar ik wil even in herhaling zien wat er is gebeurd. Volgens mij had hij een aanval gewaagd. Even in herhaling. Ja, Bottas met Perez van de racing point. Bottas verdedigd. En Perez kijkt hier toch. Schiet er ver door. En dat is de muur. En dan krijg je dit. Een ontstopping in Baku. Ja, en iedereen moet hier nu wachten. Oh, Kimmy wordt nog zelf van achter aangereden, zeg. Door een Renault. Helemaal vast hier, oh. Zo, de knetters. Wij zijn gelukkig zijn wij tenminste door. We hebben ook geen schade, gelukkig. Ronde nummer 3. Krankzinnige wedstrijd hier nu al. Geen flauw idee hoe dat kan. Even later in ronde nummer 5. We rijden naar Max Verstappen toe. Verstappen verdedigt de binnenkant, maar wij pakken hier Verstappen op het lange rechte stuk. Terwijl mijn ingenieur roept dat we naar binnen moeten. Box, box, box. Vettel is naar binnen geweest. Komt nu naar buiten op de mediumband. Heeft er al gelijk Gasly nog niet te pakken, zie ik. Hij rijdt er wel naartoe. Vettel komt met aanval op Gasly. Zit aan de buitenkant. Ik zie het voor mijn neus gebeuren. En gaat het ook goed? Ja, dat gaat goed, want Vettel pakt hem via de buitenkant. Ronde nummer 6. Dit is nu al een krankzinnige grote prijs dit. We hebben één deelnemer minder. Carlos Sainz, die is dus uitgevallen. Maar die ontstopping had ik niet verwacht. Helemaal niet. Kan zomaar gebeuren, hè? Verstappen zit hier nog steeds te kijken, hoor. Hij zit hier nog steeds te kijken. Ik zie hem in mijn spiegels. Een paar ronden later. Nee, een lang rechte stuk van dezezelfde ronde bedoel ik. Daar komt Max Verstappen met de aanval. Maar wij gaan ook naar binnen, denk ik. Ja, Verstappen duikt mee. Verstappen gaat mee naar binnen. Wij gaan naar de mediumband. Grosjean is ook binnen geweest, zie ik. En nu draait alles goed. Nu draait alles gewoon om een goede pitstop. Dat wou ik dus zeggen. Kom op. 2.1. En we zijn weer weg. We komen in ieder geval voor Max Verstappen weer de baan op. En nu moeten wij deze positie vast zien te houden. En vond je deze video leuk? Ja. Beloon het dan met een duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 de Courier en Porsche Cup 2 de Courier. En reageer wat er beter kan of moet worden. Mijn teamgenootje is in de pits. Kimi Räikkönen. Die rijdt niet voor de punten volgens mij. Regen wordt ook voorspeld. Kan het nog gekker hier, oh. Ja, ik doe het voor de zekerheid. Ik weet niet zeker wanneer die regen komt, terwijl we daar een klein foutje maken. Dus ik ga voor de zekerheid, zeg ik tegen mijn team, laten we gewoon op die intermediates. Als het komt, dan gaan we naar de intermediates. Maar het kan ook zomaar zijn dat het niet komt, hè. Het hangt er maar net af hoe alles verloopt in deze grote prijs. Nog steeds naar P8. Sorry daarvoor. Verstappen komt hier niet dichterbij aan mij. Inmiddels ronde nummer 9 zit erop. Daar komt Verstappen aan de buitenkant. En wij remmen hem hier diep in. En nog steeds P8. Hij kan hier ook terugkomen op het lange rechte stuk. Want die Honda is ook behoorlijk best wel snel. Maar wij hebben net een betere power unit. De Ferrari namelijk. Ronde nummer 9. Verstappen zit hier wel te kijken. Oh, dat was een moment van onderstuur. En dan moeten wij even gaan verdedigen. Schiet een klein beetje door. Ik hoop niet dat er erg is. Verstappen kan hij niet aanvallen.
even 2 seconden langzamer dan onze beste lap hero. Rood in de eerste sector en we verliezen nu ook tijd naar Pierre Gasly. Maar inmiddels rijden we nog steeds in de punten, wat heel goed is. Ronde nummer 11 en Verstappen zit hier nog steeds te kijken. Maar die kan hier geen aanval wagen. Maar hij komt er wel, daar komt Verstappen. Zit in de slipstream, maar hij kan hier geen aanval wagen omdat het hier te krap is. Dan moet hij op het lange rechte stuk gaan proberen, dan moeten we alles openzetten om te zorgen dat de Nederlander ons niet voorbij rijdt. Hier een goede exit pakken. 0.2 naar Verstappen, 12.5 naar Gasly. 0.3 langzamer dan onze beste lap. Verstappen, die zit hier in de slipstream, krijgt dadelijk ook DRS. Heeft volgens mij ook alles openstaan. En dan komt Max Verstappen met aanval op P8. De vraag is, heeft hij genoeg power? Hij zit nog steeds in de slipstream, uit de slipstream nu. Hij is ernaast, hij is ons voorbij, maar wij kunnen hier weer diep inremmen en dat doen we ook. Oh, we blokkeren wel. Ja, Jeff, ik heb hem al lang teruggepakt, jongen. Ja, maar we hebben nu al eursproblemen. Want die moeten nu gaan sparen tijdens de rest van deze ronde. Ik heb hier wel een betere exit dan de Nederlander, onze landgenoot. Met nog 200 te gaan, dan zit deze wedstrijd alweer op. Stappen kan hij niet aanvallen. Tot 15 minuten en dan krijgen we dus regen, terwijl we in de laatste ronde zitten van deze wedstrijd. Verstappen zit te kijken. Maar hij kan hier weer geen aanval wagen. Hij is weer te ver weg. Dat is gunstig voor ons. Hartstikke gunstig. Moeten we hier goed remmen. Dat doen we ook. Hij zit hier wel te kijken hoor. Ik neem een andere lijn. Ik heb hier ook even alles op besparingmodus staan. Het gat naar Gasly is 15.6, dat rijden we niet meer dicht en dat gaan we ook niet meer dicht rijden. We moeten ons alleen maar focussen op de Nederlander achter ons, Max Verstappen. Ja, Mix 3 is available. Dat weet ik, Jeff, die is beschikbaar, maar ik wil alles wachten totdat we... Oh, we raken de muur! We raken de muur! En nu hebben we een verlies aan downforce. Nou, wat ik wil zeggen op het antwoord van Jeff. Ja, Jeff, ik wacht hier nu op dit moment dat we nu hier alles kunnen opgooien terwijl Charles Leclerc winnaar is. De Monegasque wint zijn eerste Formule 1 race hier in 2019. Ferrari heeft er iets om blij van te worden terwijl we bijna wielen blokkeren. En nu komt het aan op deze bocht. Als we die goed nemen dan is onze plek veilig. Ja, de plek is goed, maar Verstappen heeft een betere exit. 5 minuten tot regen, maar die regen komt er gewoon niet. Het wordt gewoon een droge wedstrijd, we moeten hier wel voorzichtig aan dat we de muur niet verder raken. We raken de muur ook net niet. En daar komt Max Verstappen in de slipstream. Heeft dadelijk ook DRS en dit wordt gewoon een fotofinish. Oh, we raken de muur ook nog. Dit wordt gewoon een fotofinish. Daar komt Max Verstappen. Is het P9 voor ons? Daar komt hij met de aanval en het is net niet genoeg voor Max Verstappen. Wij vinden dus als P8 in een knotsgekke rode prijs van Azerbeidzjan. Geweldig dit. Geweldig. Performance from Ferrari, it hardly looked in doubt. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Nou, Charles Leclerc wint dus de race op een 10 verschil met Lewis Hamilton, pakt ook nog een punt. Dus 26 punten voor de Monegasque. Bottas maakt het podium compleet en wij zijn naar P8 gegaan in het klassement. We staan dus gelijk met Sergio Perez van de Racing Point.
It's time to check out the constructors standing. 2 weken punten verschil met Ferrari. En Ferrari is er ook naar boven gekomen, heeft Red Bull gepakt om P3. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for Devin Butler finish als 14e. Lucas Weber pakt ook een punt. Super gedaan voor hem. Nu de interview. That was a good race for Lucas. Are you pleased to see him doing well? Ja, ik vind het wel. Hij heeft gewoon een punt gepakt voor Williams. Dat is gewoon bizar, dat is knap. You were cutting your way through the field during the race. You're breaking all expectations. What's your secret? Nou, er is geen geheim. Ik heb gewoon het beste team en de beste auto om mij heen die mij deze punten kunnen geven. Deze baan was soms tricky voor ons, maar we hebben het gered. Great. Well, that's okay. Doei Claire. Doei. Dag. Dan gaan we nu kijken wat de resultaten zijn in de... Ja, resultaten natuurlijk. We verliezen weer ten opzichte van Kimi Räikkönen en we winnen ten opzichte van George Russell. Onze tweede rivaliteit. De resource points voor upgrades aan de auto in Spanje komt volgens mij een upgrade. Als ik dat goed uit mijn hoofd zeg, weet ik niet zeker. Anders Canada. Teambond is dus behaald. Kijk eens. 1455 in totaal. Hoppakee, team goal is ook behaald. Reputatie is weer flink omhoog gegaan, dankjewel. We zijn steeds verder naar de sportsmanship en het contract. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but... Nou, we kunnen ook proposen, alleen ik weet niet of dat handig is. Dus dat laat alles gewoon, we doen het gewoon accepteren. Want ze gaan gewoon niet naar een nieuw team. Doe dat dan gewoon dan. Really? You don't want to negotiate at all? Nee. Well, it's your call, but personally I would try to push for better terms. Nee. Ik vind dit wel genoeg, want de Sauber is nog niet. Waar ik vind dat die hoort, die is nog te langzaam in de kwalificatie. Want in de kwalificatie verliezen wij het, maar in de race winnen wij het weer terug. Nou, dit is dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat gewoon een like als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 Career. En Portugal's tweede Career. Reageer op wat beter kan worden. Volg me op de sociale kanalen, Instagram, Facebook en Twitter. Links in de beschrijving. Dus zou ik zeggen, fijn dag verder aan te zien. Tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Dan gaan we verder in Spanje. En fijne dag verder. En tot ziens.